En hallo allemaal en welkom bij een nieuwe episode van Modded Minecraft. Vandaag weer met Pier. Hallo. Pier is hier. Yo. En zoals je ziet hebben we wat gedaan. Ja, het is best wel veranderd. Misschien staat er tegenwoordig een molen hier. Ja, er staat een heleboel andere dingen. Dus genoeg om naar te kijken, dacht ik zo. Nou, allereerst, voordat we gaan beginnen met iets, ik wil je eerst karamel ijscream geven. Ik bedoel... Groot fan van. Wie houdt er nou niet van karamel? Met ijs. Zo, lekker hoor. Ja, toch. Dus, ik heb een beetje werk gedaan aan deze molen. Het heeft nog steeds een beetje piraten, want pier aat. Ja, uiteraard, hè. Het moest. Dus ik heb hier een molen gemaakt en mocht er ooit een windmill nodig zijn, kunnen we die erop zetten. Gewoon voor de leuk. En dan heb ik hier de base, waar we onze wheat natuurlijk opslaan. Ja, allemaal roleplay, maar alsnog. Oh, niet verder naar beneden. Dat is de mijn. De mijn, ja, ik zie je. En hier heb ik een knop verstopt. Super hidden. En dan gaat er een gat in deze muur open. Nou. Ja. Hij is spier onvriendelijk, daarom heb ik hier dus een deur gemaakt. Dat we er gewoon erten in kunnen. Ik heb de ruzie mee met de deur. Dus dit is de fancy basement waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen week. Cool, cool. Ja, het ziet er echt best wel fancy uit. Heel goed. Wat is waar? Oh, dat is een paard. Oh, hallo. Ik heb een hele fancy beest gemaakt, zie jij alleen een paard? Ja, ik zie echt achterin zo'n paard en ik denk, hè? Ja, ik had het. Oeh. Ik ben ook nog niet klaar overal, maar het lijkt ergens op. Basics er is maar zijn, toch? Ja. Er is ruimte. En ik heb een paar dingetjes voorbereid. Allereerst, ik heb gelivestreamd afgelopen week. En daarin heb ik deze vleugels gemaakt. Die van Vanilla Minecraft. Dus, wee, ik kan vliegen. Alleen, ja. Ik wou beter kunnen vliegen. Ik bedoel, wij verdienen betere vlucht. Ja, wij verdienen het beste, uiteraard. Uiteraard. Dus, ik heb voor jou deze wings gemaakt. En... die mag je pakken, hier. Ah, mijn Minecraft moet even laden. Oh. Oh. Ik ben gecrashed. Oh. Dat is mijn schuld. Yay, Pier is terug. Soort van. Hij moet bij mij nog even laden. Wow. Ja. Ja, Pier is terug. Oké, okay, ik ga er niet nog een keer op slaan. Is goed. Deze moet je hebben. Dus dan kun je hem eruit nemen. Woep. Je bedoelt de ring, hè? Ja, de ring. Oké. Okay. En... als je, zolang je die in je inventory hebt, krijg je hele awesome vleugeltjes op je rug. Als je F5 doet, zie je fancy vleugeltjes. Ja. Woep. Maar we willen natuurlijk nu nog kunnen vliegen. Uiteraard. Ik bedoel, af en toe kun je... je kan nu dubbel jumpen als je het echt heel snel plaatst. Ah ja. Maar ja, dat is niet de bedoeling. We willen echt kunnen vliegen. Dus daarvoor hebben we grid power nodig. Ja. GP. Staat ook op je, als je met je muis over die ring heen gaat, staat er ook users, weet ik veel, GP. Ja, 32. Nou, dat moeten we natuurlijk maken. Dus hier heb ik solar panels. Als je daar er 32 wilt uithalen. Met linker muisknop een paar keer spammen tot je 32 hebt. 2 en yes. Oh, blijkbaar heb ik iets gedaan dat ik het wel mag. Of 33 is het trouwens, denk ik. Ja, ik heb 33 inderdaad. Dan moeten we nog een commandje uitvoeren. Dat is XU. Dus als je je chat opent, ja? Dan doe je slash, XU en dan tab. Tab?
Dan staat de XU Power Sharing. Ja. En dan klik je Enter. Yes. En dan moet je met mij het delen. Oké, ik heb... Nu staat de sharing achter. Ja. Oké. Dan kan ik hem wegklikken, denk ik. Ja, dat klopt. Oké. Dus nu alles wat wij doen, kunnen we samen doen. Ik vind het niet de mooiste manier, maar hey, zo heeft de mod ervoor gekozen. Trouwens, oeps. En als we dan naar boven gaan... Dan moeten we deze 32 solar panels plaatsen. Dus ik dacht hier aan... Zolang ik het niet zie, vind ik het niet erg idee. Dus als we hier de solar panels plaatsen... Gewoon... Plaatsen leuk op deze berg. Zo een beetje. Als het goed is, kun je nu al vliegen. Oh ja. Oké. Yay! Ik heb geen idee waarom hij momenteel zegt 0 van de 0, maar hij hoort te zeggen dat we nu 33 stroom hebben en 32 gebruiken. Maar ja. Waarschijnlijk omdat we share is daar nog steeds een bug in. Whatever. Het werkt. Dus we kunnen vliegen. Wee. Net als in creatief. Oeh, dit scheelt wel. Heel wel snel. En als je vliegt, gebruik je geen eten. Nee, dat is ook waar. Dus nu hoop ik dat een beetje de base vliegvriendelijk is. Maar dit is iets wat ik al heel lang wou doen. En vervolgens moet ik niet vergeten. Oh, we hadden ze misschien wat tactischer moeten plaatsen. Whatever. Ik heb ook nog een chunk loader gemaakt. Want die plek waar we onze solar panels hebben neergezet. Die moet wel geladen blijven. Dus, wat moet het geladen blijven? Pak het niet gewoon van de zon. Komt je nu? Ja, dus we kunnen alleen maar overdag vliegen nu. Dat is ook weer. Even kijken. Ik vergeet al deze knop welke het is. Show chunk boundaries, F3G. F3G, kijk. Ja. We moeten de helft opnieuw plaatsen. Oei. Als je de knoppen F3 en G tegelijkertijd indrukt. 3 en G. Ah ja. Zie je allemaal leuke lijntjes? Borders, ja. Ja, we moeten dus al deze solar panels in... Binnen de lijntjes. Binnen de lijntjes. Dus... Zo. Oh, er ligt daar nog één. Het goed is, maakt het niet uit wie het plaatst. Omdat we sharing hebben. En dan plaats ik hier zo'n ding erbij. Tadaa. En nu is deze chunk altijd geladen. Ook. S'nachts. Oh. Ik moet nog een paar solar panels erbij plaatsen. Zeg, ik heb ze niet meer. Ja, ik zeg maar, dat ding kost ook weer 8. Dus. Ik had erop berekend. Soort van. Volgens mij passen er volgens de grid nog genoeg aan deze kant. Dus. Ah, er is genoeg ruimte. Hoop ik. Alleen we kunnen nu niet tegelijkertijd vliegen. Wat je misschien al hebt gemerkt. Ja, klopt. Als jij vliegt, dan val ik naar beneden. En nu? Hey! Gelukt. Gelukt. Dus we kunnen nu tegelijkertijd vliegen. Grit weer weg. Oep. F3G. Hoppakee. Dus dat was stap 1. Hey! Vleugeltjes. Vleugeltjes en vliegen. Zolang het dag is, maar... dan komt stap 2. En dat is jou als een boots geven. Deze boots weg. Ja, deze boots heb je echt 2 seconden voor de episode gevonden. Ja, naast de Rot of Flash. Heus niet van een zombie die doodging. Denk het niet, nee. Grote kans van wel. Ondertussen heb ik daar dingen op. Ik heb hier zo weer een crafting station. Ik ga er niet op slaan. Ik weet wat het doet. Weer nieuwe boots. Ja. Slime boots. Slime boots. Wisselen we die om?
En als je nu uit de lucht valt, wat hè, in de avond kan gebeuren, of überhaupt als je valt van een hoogte, dan raak je geen HP kwijt. Oké, momenteel werkt de Angel Ring niet heel goed samen ermee. Oké, je vliegt even in de lucht en dan gooi je je Angel Ring op de grond. Oké. Ah! Doing. Dan stuiten je. Doing, doing. Ah! Dus altijd een zachte landing. Hey. Raspberry. Raspberry. Al het eten. Oeh. Wee. Bliep. Zo. Ja. Ja? Oké. Oké. Stuiteren. Dus nu val je niet meer dood als je spontaan uit de lucht valt. Alright. Slim. Dan ben ik hier vervolgens begonnen aan een storage ruimte dingetje. Je weet wel die dingen die we buiten hebben? Die heb ik dus nu hier ook binnen. Dus zeg je wilt steen, dan boop, steen. Dus je slaat er tegen en je hebt het. Dit zijn de... En dit zijn de iets geavanceerdere dingen die meteen er blokken van kunnen maken en ingots en lekker simpel. Hier staat alles wat je nodig hebt, zeg maar, voor de blokken. Ja, dus je kan gewoon op de blok klikken en dan krijg je blok eruit. Oh ja, dus dan kun je gewoon, als je beide in de kist stopt, dan krijg je gewoon de blok eruit. Ja. Oké, dat is wel handig. En pak eens gewoon eens voor de lol wat uit. Net eentje waar niks uit komt, zeker. Ze kunnen leeg zijn. En als je dan vervolgens hier naar de drawer controller gaat. Als je dit blokje in de hoek verstopt. Als je daar rechter muisklik op ingedrukt houdt, dan ruimt hij alles voor je op. Poef weg. Poef weg. En dan zit het weer in die plek waar je het hebt uitgehaald. Handig. Dat is wel super handig. Dat scheelt. Maar het is alleen voor de dingen die dus in dit systeem zitten. Dus ja, klopt. Dus je moet er wel gekoppeld zijn. Word je dan gekoppeld via deze zo helemaal door? Ja. Dus zeg maar bijvoorbeeld je zwaard zit er nog... Je hebt een zwaard en die zit niet in een van die dingen. Dan gaat die niet zomaar daarheen. Nee, klopt. Hij moet er wel gekoppeld zijn aan een van die plaatjes. Ja. Alright. Dus dat. Verder heb ik ook nog een zwaard voor je. Hey. In de item frame. Sla er maar tegen. Slaan. Oh, bloep, bloep. Hey. En ja, het is een... Oh, je hebt de rechtermuisklik ontdekt. Uiteraard. Oh, zo kan je ook nog snel verplaatsen ook. Tanden. Let's go, dit gaat echt super snel. Oh. Oh. Richting de deuren doen. Zo. Dus hier heb ik een testdummy en dan mag ik proberen op te slaan. Hoop. Oh, oh. Onze piratentestdummy. Oh, oh, piraat. Als je een beetje doorslaat, dan zie je wat je damage is. Zo zie je dat je niet te hard, te snel moet klikken, want Minecraft heeft een update gehad. Dat je niet meer mag spam klikken. Oh ja, want nu is het hoe sneller gaat, hoe lager de damage wordt. Ja. Ja. De damage per seconde was 7. Huh. Ah. Tien. Tien. Zes. Dan moet ik even kijken. Als je trouwens naar options gaat, ik bedenk het me nu. En dan naar video settings, denk ik. Ja. Video settings, ja. Dan staat er in het midden links, staat er attack indicator. Oh, sorry, midden rechts. Ja. Waar staat die op? Crosshair. Oké, dus als je elke keer als je slaat, zie je onder je plusje, zie je dus een soort van zwaardje wat aan het laden is. Ja, klopt. Dat is hoe lang je moet wachten, zeg maar. Ja, tot die weer op volle sterkte is voor volle damage. Ja. En hoe voller dat ding is, hoe meer damage hij doet.
Nu is hij 3. Gekke, gekke dingen. Dus, snel slapen. Poef. Wat de thee. En ik kan weer vliegen. Yay. Hoi. Ho, oh, oeps. Hoi. We zaten niet in het opnamekanaal. Oeps. Ach joh, kun je dat er tussenweg knippen? Gebeurde toch niet zoveel. Op dat moment althans. Alright. Moet ik niet vergeten te knippen. Die episodes duren lang voordat ik ze eindelijk upload. Dus we hebben nu vleugeltjes, we hebben awesome boots. Je hebt een awesome wapen, dus je zou enigszins wat moeten kunnen overleven hier. Denk ik. Ik heb in ieder geval nu dingen om mezelf te verdedigen. Dan kan ik, net als de vorige keer, zo geëxplodeerd worden. Ja, zou nog steeds wel kunnen natuurlijk, maar nu kan ik mezelf verdedigen. Nou, je kan gewoon omhoog vliegen en dan kan hij niet bij je komen. Bedoeling. Dus, nu gaan we een keer iets functioneels doen. Ik bedoel, dit fancy huis is leuk en aardig, maar we moeten er iets mee, praktisch mee doen. Ik wil natuurlijk ook dingen doen. Dus als je je inventory opent. Yes. En je typt in die bar rechts onderin. Ja. Apenstaartje IC2. Nee, ja. Dan zie je heel wat items. Ja. Ik heb 2 pagina's, maar... Klopt, drills en... Drills en... Ja, je zit op de goede pagina. Batteries. Als je... Als goed is, zie je ergens een nucleair dingetje, een nuke. Ja. Rechts daarvan staat de generator. Klopt. Die gaan we maken. Basic machine casing, een battery en een furnace. Hoewel, misschien de... Hebben we een... Wat was het ook weer? Furnace. Ja, de... We gaan eigenlijk voor de... Nee, we beginnen met de generator. Niet moeilijk doen, Tim. Furnace, basic machine casing en een RE battery. Ja, een reusable batterij. Dus, als jij van mij de batterij maakt... Dan maak ik die andere 2 dingen. En dan stoppen we ze in... andere knop. Stoppen we ze in dit ding. Oké, waar heb je de items in liggen? Tin zit in die dingen hier. Hoewel, wacht even, we doen het andersom. Maak jij de furnace en het iron block ding, de machine casing. Dan doe ik de batterij. Want de batterij is wat moeilijker. Yes? Yes. Zo. Kijk, gewoon kant en klaar, of moet ik dat nog maken? Sorry? Cobblestone, dat moet ik nog maken. Cobblestone zit in deze. Oh ja, hier. Die. Dan moet je wel rechts onderin klikken, anders krijg je compacting cobblestone. Oh ja, klopt. Niet dat het erg is, dus in theorie 8 cobblestone bij elkaar, maar... Of 9, whatever. Je kan het omzetten naar de ander. Een hamer, wat hebben we nog meer nodig? In. Deze is iron plates. Kijk, om het terug in deze bak te doen, moest ik het selecteren. Zo vastpakken, toch? En dan erop klikken. Rechter muisknop, ja. Ah ja. Je kan het ook direct weer in dezelfde terugstoppen. Maar die stopt het meteen overal terug. Oké, dus ik heb de furnace. Ik heb trouwens ook redstone, die kan jij gebruiken toch? Ik heb ook redstone, maar dank je. Ik weet niet hoe ik eraan kom, maar ik heb het opeens. en een iron plate. Die liggen... Parts, bro. De iron plates hier ook liggen? Nee, maar als je iron pakt...
Gewoon standaard iron hieruit. Die ja. Ja. Pst. Die blauwe. Blauwe? Oh, die. Ja. Block of iron. Normale iron is ook goed. Gewoon zo'n, ingot bedoel je? De ingots. Je kan trouwens ook recht en muisklik terugstoppen. Ja. En dan hier, bij de hamer. Yes. Als je naast de hamer doet. Oh ja. Je kan alleen maar, ja, één tegelijk. Oh, hij maakt er al een eentje. Kijk, hoe vul ik nou? Even kijken, ik had nodig een... Hoe doe ik dit? Een cutter, 3 iron plates. Zo. Zo. Terug. Zo, zo, zo. Yay! Zo. En dan moet ik... Oh, wacht, ik vergeet de tree tap. Moet ik jou de items geven? Nee, je mag het al hier in deze crafting station doen. Was er bijna. Zo. Je mag hem wel zo meteen maken. Zo. Even rubber krijgen. Sure. En dat moet ik smelten. Wat ze er al in gedaan? Oh, super. Ik heb bijna de batterij. Gewikkeld iets om te maken? Nee, ik heb hem. Ah, oké. Okay. Dan mag jij hem eruit halen. Spannend. Okay. Je hebt een generator. Yo. Waar gaan we nu neer planten? Sure. Als je naar deze ruimte wilt. Ik was er nog mee bezig, maar voor nu we kunnen het gebruiken. Ik zal er wat een tijdelijke vloer neerleggen. Tijdelijke vloer. Zo, in het hoekje. Ja, doe eens leuk. Hop. Hop. En dit is een generator en alles wat brandt, dat zet het om naar energie. Oh, het maakt wel herrie dit ding. Ja, okay. Ze houden van herrie maken. Alles wat brandt, je hebt er nu hout in gedaan. Dat maakt de energie. 2.25. Ja, dat is 1000 EU. Electronic units. Ah, electronic units. Alright. Ja, ze hebben er heel lang over nagedacht, die naam. Ja. Maar het is wel leuk dat we energie hebben, maar wat kunnen we er hiermee? Ja, wat kun je met energie? Dat is de vraag. Energie. Daar kunnen we gebruiken voor alle machines in de Industrial Craft. Dus dat IC2. En het eerste wat we gaan maken is een macerator. Macerator. Okay. Waar staat die? Als je IC2 spatie MA Mac doet, dan vind je hem wat makkelijker. Oh ja. Dus gaan we weer teamwork doen? Electronic circuit, basic machine, casing en 2 tin cans. Zou ik de electronic circuit doen, dat jij de rest doet? Ja, is goed. Teamwork.
Casings, die... Oh, die casings, die weet ik nog. Pier, je kan vliegen. Ja, weet ik. Loopt de huppelen overal. Lekker huppelen. Kijk op huppelen. Hey. 6 copper wire. Oh, iets meer copper wire. Binnen? Tin can, die had je al ook al. Even kijken, de tin can. De tin can? Oh ja, wacht, hoef je die te gebruiken? Macerator. Ja? Oh, dat is net probably iets anders. Oh, en 's avond. Ik stopte met vliegen. Cobblestone. En 2 redstone. Oh ja, als je er maar één van de dingen wilt, kun je shift ingedrukt houden. Maybe handig. Maar dan kun je er gewoon eentje uithalen. Ja. Flint. Heb je de rest al? Ik heb nu een basic machine casing, een cobblestone. Ik heb een flint. Eerst een tafeltje. Hoppatee, daar was ie. Hoppa, doet hij even. Die ernaast zetten? Ja. Dus, als je boven elk item kijkt, dan hè, in dat NEI zie je ook power tier dubbele punt 1. Dus een generator die genereert ook power tier 1. Dus deze twee mogen gewoon prima naast elkaar. Zonder explosies. Als je, hè, als je een Amerikaans... wat zullen we gebruiken? Als je een Amerikaans weet ik veel apparaat hier... Een Amerikaanse computer in een Nederlands stopcontact stopt, dan explodeert die ook omdat hij te veel stroom krijgt. Ja, klopt. Nou, hetzelfde idee voor hier. Als je te hoog, als je een tier 1 ding op tier 2 stroom zet, dan zegt het boom. Dat gaat niet werken. Nee. Alright. Altijd de tiers gelijk houden. Yep. That's the basic rule van de electric units. Ja. Alright. Maar wat doet de macerator? Hè, dat heb ik nog niet helemaal uitgelegd. Een macerator die... Kunnen we wel vliegen? Nee. Een macerator die dupliceert je ores. Dus dat, die grote smeltery die anderhalf keer doet hij dat. Die doet een keer anderhalf. Kwam ik later achter dat ik dat heb ingesteld. Maar meestal weten doet het keer... De vorige keer hebben gebouwd. Hm? Smelterij die buiten staat, die ja. Oven. Die schoorsteen der verdubbeling. Ja, ja precies. Die. Nou, die verdubbelt dus niet, maar die doet het keer anderhalf. Oké. Okay. Dit ding doet het keer 2. Dus als je erin kijkt, ik heb er nu iron ore in gedaan. Gaat langzaamaan verpulvert hij het. Poef. Oh ja, 2 keer crushed iron ore. Ja, en crushed iron ore kun je dan weer smelten in een normale furnace. En die normale furnace... Daar nog even één van maken dan? Ik denk dat we eerst... even denken hoor, hoe zat dat weer? Add IC2, rubber... ik denk dat ik eerst de... hoe heet dat ding? De extractor wil. Dus IC2X. Yes. 3 tap, 3 tap, 3 tap. Circuit en machine. Casing, dat weet ik inmiddels wel. Kijk. Dus als ik voor de rubber doe, dus de, hoe heet dat ding? De circuit? Ga jij dan voor de rest? Ja. En als je ondertussen zou willen slapen, is dat heel graag.
Want met de extruder kunnen we 3 keer zoveel rubber krijgen uit elke rubber ding. En rubber is een beetje hetgene wat ik de hele tijd nu nodig heb. Dus het zou fijn zijn als we dat eerst kunnen verdrievoudigen zelfs. Zo. Door de deur. Hoppatee. Ho. Oh. Gebruik mijn zwaard. Hoor wel iets, ja. Ja, ik heb een beetje ruzie met zombies. Ja. Komt goed, komt goed. Yeah. Oké, okay, die is gemaakt. Dat maak ik van wood planks, willekeurig. Ja. Bijna genoeg. Ja, wood planks moet ik ook nog wel maken, hè? Heb je die toevallig in kistjes liggen? Nee. Ik kan gewoon dark oak pakken. Dus ik denk waar we het meest van hebben. Zo. Aha. Kijken, wat was de volgorde? 15, ja, ik heb genoeg. En Pier heeft geslapen, dus kan weer vliegen. Always nice. Zo. Die moet ik smelten. Ja. En dan in een van deze kisten de planks voor je, denk ik. Ik denk deze. Met de rest van het hout. Ben je nu al klaar? Zitten we er al in? Jeetje. Ja, goed, hè? Ik denk ik kan lekker rustig aan doen, zombies bevechten en dat soort dingen. Nee, Pier gaat gewoon door. Ik ga gewoon door, ik ben een harde werker. Werk. Nou, nog net geen 24 uur per dag op Minecraft. Voor mij de woeste arbeider. Ik ben er bijna. Zie nu. Alles vliegen. Oké, okay, hamertje. Woep. En voor mij heb ik het. Bijna. Ben er op hier, rustig aan. Yes. Yes, yes. Hoppatee. Dus dat is de extruder. Extractor? Oh ja, de extractor. Kun je gewoon naast de macerator plaatsen. En ja, dit ding dat verdubbelt onze... Althans, verdriedubbelt onze rubber. Ah, redt het rubber. Voordat alles smelt. Kopper. Alleen, ja... Zeg maar, niet elke mod doet zoals die solar panel mod de bekabeling draadloos. Dus, hier zo. Copper cable. Is de tier 1 draad. Dan moeten we dan vanaf onze generator naar deze machines bedraden. Zo, 1, 2, 3. Dus als jij de kabels wilt plaatsen...
Gewoon eronder zo? Ja. 2. En 3. En ik wat hout hierin gooi. Zullen we als het goed is zien dat de Mace Raider geen stroom genoeg had om af te maken. Dat de extruder. Extractor. Damn it. Oh ja, die gaat. Die krijgt nu stroom. Ja. En als ik in de extractor dan dat sticky resin erin stop. Dan gaat, als het goed is, krijgen we daar rubber uit. Dus die. Wacht even. Hm? Ik ga even wachten. Even wachten. Ja. Daar is hij. Yes. Hey. Waar gebruik je rubber voor? Rubber gebruik je onder andere. Nou, we hebben hier deze kabels. Dit zijn tin kabels. Die zijn momenteel nog niet. Als je die nu aanraakt, dan ga je redelijk langzaamaan dood. Oh ja. Als je erop staat? Ja. Dus daarom doe je er een laagje rubber omheen. Ah, dus die kun je gewoon op elkaar bij crafting gebruiken? Ja. Oh ja, insulated tin cable. En nu ga je er niet langzaamaan dood aan. Dat is wel handig. Zou ik er voor de zekerheid gewoon zo. Ik kan hem gewoon plaatsen. Ja, we zetten hier toch meer dingen op zometeen. Ja. Ik gebruik alleen liever koppercable, maar whatever. Ik weet niet meer wat het verschil is. Kopper, hij houdt er wel mee op, of niet? Ja, ik denk dat die. Ja, hij zit vol. We hebben de energiebuffers allemaal vol. Dus dan zegt hij zo van lol, ik ga niks meer doen. Maar dit is hem voor nu. Voor vandaag. Alright. Alright. Dus ik zeg van nu, bedankt voor het kijken. En een extractor. Tot de volgende keer. Doei.